Hallo en welkom bij Nederners. Welkom allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar de nieuwe aflevering van Pokémon Sun. Ja. We zijn in de grot nadat we Kahuna Ahapu hebben verslagen. Ja. Wat we hier allemaal kunnen doen, oh hier zit een grotje. Oh, ja, dan moet je doorheen kruipen. Dan moeten we doorheen kruipen inderdaad en er zit een pokeballetje. Ik vind het nog steeds vaag dat dat kan. Ja, het zijn allemaal die kleine gekke dingetjes die er allemaal in het spel zitten natuurlijk. Even de... Dit is goed recht zetten, jongens. Dat moet ook wel eens gebeuren. Kijk, we zitten... Ik heb net een rappel gebruikt. Hè? Ja, ik heb letterlijk net een rappel. Als het echt een heel... Ik heb een super rappel. Ja, maar als het echt hele sterke Pokémon zijn, dan werkt het niet. Serieus niet? Nee. Dat wist ik niet. Oké, Boldor. Nou, we gaan gewoon vluchten, want... Ik vind dat zo'n rare Pokémon. Geen emotie. Hij is wel raar, ja. Maar we hebben er wel Pokémon kaart van. En die is best wel tof. En hij zit in Magikarp Jump. Inderdaad, hij zit inderdaad in Magikarp Jump. Dat was ik helemaal vergeten. Wie speelt het spel en... Ja, ja, wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind het echt tof. Ik ben een beetje verslaafd. Welke level zijn jullie? Ik ben een beetje verslaafd. Ja, je hebt het serieus, ik heb een rappel gewoon vergooid gewoon. Want ik krijg gewoon alle Pokémon nog te zien. Ja. De update was vorige week aan uitgekomen. Ja. En nog geen... Steph die ging meteen weer aan de slag. Ja, ik ben net klaar. Ik heb net alles gehaald van Magikarp Jump. Ik ben weer terug bij af. Dus ja. alle leaks heb ik gehaald, inclusief de Expert League. Oh, wauw. En ik moet nu alleen nog maar candies verzamelen, totdat ze weer een nieuwe update hebben. Edict. Dus dan kan ik lekker al mijn Pokémonnetjes trainen, jongens. Kan je weer lekker wachten. Dus dat wachten. Is wel fijn. Ja, ik kan wel lang wachten. Dat vind ik wel weer wat minder fijn. Dus ik had misschien niet zo snel door moeten spelen. Maar ik moest iemand inhalen, weet je. Want ik werd uitgedaagd door... Hashtag Nerdy Geeky Fanboy. Ja, Nerdy Geeky Fanboy had me uitgedaagd. En ik ga natuurlijk geen uitdaging uit de weg. Dus ik heb hem niet ingehaald, eerlijk gezegd, want hij is echt de Magikarp meester. Maar ik ben wel heel dichtbij gekomen, want ik zat echt net achter zijn staart, zeg maar. Ja. Dus dat is wel echt goed gelukt, al zeg ik het zelf. Oeh, we zijn gelukkig weggevlucht van die irritante Golbat. Want ja, zoals jullie misschien vorige aflevering hebben gezien, gingen we daar aardig dood door. We ontwijken zoveel mogelijk van die trainers, want ik heb eigenlijk geen zin om heel de trainers langs te gaan. Dat kunnen we altijd nog later doen. Oké, ik weet niet wat we... Ik weet niet of dit goed is, maar we gaan het gewoon proberen. Ik weet het ook niet. Hebben kijkt hier hij ook Pokémon-tje. De hele tijd naar die vlieg. Oh, wauw. Die wil ik vangen. Lycanroc Nightform, jongens. Dit is een toffe Pokémon. Kijk, dit wilde ik dus zien. Ik had niet verwacht dat we die in het wild zouden tegenkomen. Inderdaad. Oké, we kunnen Woodhammer gebruiken. Ja, maar die is super effective. Maar... Oké, we gaan het doen. Maar ik ben altijd bang dat ik ben ook altijd bang. Doodgaan. Ja, ik ben ook bang. Oh, wauw. Maar hij heeft ook een sterke aanval, dus we moeten het gewoon doen. Woodhammer, maak hem alsjeblieft niet dood. Oh snap, hij is dood. Oh, hij is dood. Dat bedoel oh, ik dus. Snap. Dat bedoel ik dus. Kut, jongens. Kut. Soms mag je wel eens kut zeggen. Nu is een moment wanneer ik het mag zeggen. Oké, dit is niet zo fijn. Kijken of we nog een keer tegen kunnen komen. Ik denk helaas dat het weer misschien niet gaat lukken. Misschien even Executor weer hier nog niet. Nee, dat doen we niet aan. Nee, we gaan Executor even switchen, denk ik. Oké, prima. Dat gaan we wel even doen. Executor. I. Klik. En dan zetten we... Wie zetten we vooraan? Kadabra een keer? Ja, doen we Kadabra maar. Geef die man ook eens een kans. Geef die jongen eens een keer een kansje, jongens. Oké, we gaan hier nog een rondje lopen zo. Oh, op het randje, dat is hem hoor. Ik dacht dat we Lycanroc niet Nee, ik had echt niet verwacht. Ah, Skarmory, nee. Oké, Skarmory is echt een irritant Pokémon om te slaan. Ik weet nog dat ik daar echt heel lang over gedaan heb, dus ik hoop... Oh, gelukkig. Vorige keer kon ik niet wegvluchten. En hij bleef maar aanvallen. Okay. Dat was prachtig. Nou, wat je me prachtig noemt. Ik vond het mooi, die aflevering. Ik echt vond drie keer echt, achter elkaar. Niet leuk. Zul je net zien, kom je hem één keer tegen en daarna nooit meer. Ja, dat is echt... Als dit zo is, dan ga ik echt huilen in mijn hoekje van mijn kamer. Ik kom een Lycanroc tegen. Oké, jongens. Laatste keer. Anders ga ik gewoon weg. Want dan heb ik het gewoon gezien. Ja. De rappel is afgewerkt. Nu hoef ik hem niet. Hoe kan ik nou de rappel afgewerkt zijn en dat die... Ja, super rappel werkt niet bij... Dat werkt bij middel-Pokémon. Oké. Oh, wat? Die is ook wel nice. Ja, maar dat is niet die ik wil. Maar we gaan hem toch vangen. Weet je? Als we deze vangen, kan die niet... Oké, alles is super effective. Ja, we gaan gewoon proberen, joh. We gaan proberen, misschien maken we in één keer dood, maar nee, ja, wauw. Oké, moeten we deze avond nog een keer doen? Ik ben bang dat hij dan wel dood gaat. Ja, maar zo kunnen we hem niet vangen, denk ik. Nee, doe maar gewoon nog een keer. Hij zit net iets over, ik denk dat er nog een klein streepje over blijft. Als we geen,
Nee. Ik had gelijk. Ja, je had gelijk. Oké, okay, maakt niet uit. Ik wil hem toch niet hebben nu. Nee, hij is dood, dus dan hoef ik hem niet meer. Nee, oké. Hij is dood. Maar goed, dat lijkt niet. Ja, ik hoef dat lijkt niet. Nee, inderdaad. Nog één keer, want ik zeg wel één keer, maar we doen het gewoon nog een keer. En dan nog een keer, en dan nog een keer. Nee. Yes! Hey! Yes, jongens, daar is hij weer. Oké, Kadabra, please zeg niet dat je super effective aanvallen doet, alsjeblieft, boy. Oké, super, oké. Psycho Cut. Maar dat hoeft niet altijd iets te zeggen. Nee, maar we gaan het zien. Kijk, dat is precies de damage die ik wil doen. Oh, shit. Rock Slide en ik ben dood, zeker. Ja. Super, Kadabra, je bent echt een, Ja, we geven je geen kans meer. Oké, Alolan Raichu is ook Psychic, maar die is wel sterker. Maar dat is wel de beste optie die we YOLO? Hebben. Ja, we gaan het gewoon YOLO'en. Raichu pakken we even en dan kijken we of we hem met een aanval, misschien Volt Tackle? Kunnen we misschien paralyzen misschien, als we geluk hebben? Doe maar. Volt Tackle, bam! Oké. Stop. Ja, yes, oké, paralyzed. Kijk, nu Pokeball. Pokeball. Ja, rustig. De Pokeball. Scary face. Oh, ik ben bang. Oké, dat was best wel eng, jongens. Oké, laten we eens kijken. We gooien gelijk een Ultra Ball. Waar is die Ultra Ball? Hier. Daar is de Ultra Ball. We gooien de Ultra Ball en hoop ik dat die blijft zitten, jongens. Oké, fingers crossed. Oké. 1, 2, 3. Tjaka! Lekker hoor, high five. Oké, jongens, we hebben Lycanroc Nightform gevangen. Ik ben blij. Ben jij blij? Ik ben ook blij. Oh jongens, we zijn allemaal blij. Maar het is wel heel cool. Ja, gaan we hem in ons team doen? Dat is wel tof, hè. Maar waar moeten we dan die plek vandaan halen? Is Feather Dance goed? We hebben de Executor er net ingezet. Ja. Maar wat vind je cooler? Vind je beter? Ja, Lycanroc heel eerlijk gezegd is Lycanroc wel toffer. Ja. Het is jouw team. Jij moet het allemaal zelf beslissen. Ik moet het zelf beslissen. Wat is jouw droomteam? We gaan geen nickname geven. Nee. We gaan het toevoegen, jongens. In plaats van Executor? Of Kadabra? Executor. Oké. Ja, Executor gaat eruit. Ik weet dat ik hem net heb, jongens. Ik weet het. Maar ik vind Lycanroc gewoon toffer. Ja, geef hem een potion. Ja, ik moet eerst weg uit die gras sprieten. Een poisson. Oké, Skarmie, verpest nou mijn dag niet, alsjeblieft. Skarmie, ga alsjeblieft op vakantie. Ga weg. Wij zijn ook op vakantie. Als jullie deze video kijken, jongens, zijn op vakantie. Ja, we zijn op dit moment lekker chillen. Ja, we zijn in de lekker, zon, lekker aan het chillen in het Griekse zeewater. Of misschien wel niet in het zeewater, maar in het zwembadwater. Dat kan ook nog. Ja, zou kunnen. Waarschijnlijk in het zeewater, want. Ja, dat is makkelijker. Ja. Dat is makkelijker. Ja. Het is natuur, jongens. Zelfs het zwembadwater is zout. Ja, het zwembadwater is ook zout in Griekenland, inderdaad. Dat vind ik nog steeds raar. Ja, het is zeker raar. Maar het werkt. Ik vind chloor altijd lekker ruiken, maar... Zout water, zwembad. Ja, we doen ook gelijk een paralyzed heal op Lycanroc, want we hebben hem natuurlijk zelf geparalyzed. Ja. Maar dat willen we helemaal niet. En dan willen we een revive op Kadabra. Kijk, en dan nog een super potion erbovenop. Bam! Dan zijn we klaar, jongens. We zijn er weer helemaal ready for. Ready, steady. Oké, jongens, waar gaan we heen? Gaan we die kant op? Oh shit, ik zou daar niet overheen durven. Nee, dat wilde ik niet. Deze. Oké, we gaan hier door. Dat zo. Was echt super smal. Oh! Naar deze kant. We gaan gewoon door. Dat is denk ik goed. Ik denk het ook. Ik denk dat het goed is. Ik denk het ook. Ik denk het. Oké, hier moeten we met Mudsdale overheen. Ja, Mudsdale. Mudsdale galop. Oh, je had ook gewoon om kunnen lopen. Ja, weet ik, maar dan moest ik een trainer verslaan. Want als we geen trainer hoeven te verslaan, gaan we dat natuurlijk even een beetje ontwijken. Want die trainer battles, op een gegeven moment vind ik het wel leuk geweest. Ja. Ik wil gewoon door. Ik wil gewoon kijken of mijn team genoeg... Pokémon. We gaan deze klaren. Gaan we dat doen? We gaan op Psybeam gebruiken. Nee, we kunnen beter onze krachten bewaren voor andere Ja, dat kan. Andere maar we kunnen het ook gewoon niet doen. Kijk, bam. Ja, oké. Stealth Rock. Stealth Rock of zo, ja inderdaad. Maar, iets leuk dat hij dat doet. Maar we gaan gewoon deze gooien. Oh, serieus? We gaan hem gewoon vangen. We gaan hem gewoon doen. Het is een rare Pokémon. Het is de evolutie van Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Blijf je zitten, jongens. Blijf je zitten.
Wij zitten. Yes, lekker. We hebben nog gewoon. We hebben gewoon twee Pokémon achter elkaar. Ja. Mijn oortje vloog ervan uit, jongens. Ah. Oké. Kijk, dit gaat goed, dit gaat goed. Oké, kijk. Waar is hij dan? Ja, we hebben niet eindevolutie. Nee, die dan niet, nee. Wat is ook weer de eindevolutie? Ja, dat weet ik niet meer. Nog een grotere steen. Ja, het is gewoon een supersteen is dat. Super. Ja, dat is, ik heb hem al gezien in de Pokémon kaart. Dat is die holo kaart die we dan ervan krijgen. Oké, we gaan hier naar buiten en dan komen we hier. Waar gaan we heen? Oh, hier zit een gaatje. Ik weet niet waar we dan heen gaan, maar we komen dan binnen. Eén grote doolhof hier. Oké, we kunnen hier... Ah, fuck. Oké, maakt niet uit welke Pokémon is het. Wat een verrassing, het is Golbat. Wat een verrassing. Oké, nu zit ik me af te vragen. Denk je dat dit een val is? Denk je dat hier een trainer tegenover staat? Ik heb geen flauw idee. Ik zou denk kunnen namelijk... zijn dat ze nu bij Mudsdale ineens trainer hebben staan of zo. Ah, ik zei het je. Ah, kak, ik trap in mijn eigen, in mijn voorspelde val gewoon. I like Pokémon, I like battling, I like using moves, and I love winning. Hey. Boom! Oké, nou, dan gaan we eens kijken of ze houdt van verliezen. Ja, ik hou van verliezen. Ja, oké, Veteran Lin. Die heeft 3 Pokémon en ik ben best wel benieuwd wat voor Pokémon. Starmie. Oké, die kan tegen Psychic. Dat is een beetje kut. Raichu gebruiken. Dat kan. Want ik denk dat even Kadabra zal niet veel damage doen. Ik weet niet of we kunnen zien. Nee, ja, dat zien we niet. Maar het is Psychic, dus dat weten we zeker eigenlijk. We gaan gewoon Alolan Raichu inzetten. Die kan natuurlijk Thunder en Volt Tackle en al die andere Mikmak. Raichu. Hopelijk gaat hij niet een of andere avond doen waardoor we denk ik dood zijn. Hachu. Nou, we zijn natuurlijk een Surfer Pikachu ding. Een Surfer Raichu. We doen gelijk Thunder, want dat is gewoon de sterkste aanval ever. Dat is niet helemaal waar, maar nu wel. En in één keer dood. Goeie keuze. Dank je. Oké, jongens, volgende Pokémon. Wie zal het zijn? Zal Starmie zijn? Weet ik niet. Het zou natuurlijk heel erg voorspelbaar zijn. Oeh, Glyphos is gewoon level 50. Eerste level 50 Pokémon in ons team. Chinotic. Dat is... Oh ja, de Polderstoel. Ja, Morlul's evolutie. Die zal wel Psychic zijn, dus maar wat is er nog meer? Moet je het DS even een stukje recht zetten? Oh, is die niet recht? Oh nee. Jongens, hij is niet recht meer. Hij is niet recht. Oh jongens, kijk, zo is hij weer recht. Ja. Oh. Gezondheid. Ah jongens, dankjewel. Ik vind Chinotic wel een coole Pokémon. Ja, het is een hele toffe Pokémon. Een beetje net alsof hij een grote parasol boven zijn hoofd heeft. We hebben natuurlijk die holo-kaart van. Die is wel heel mooi. Ja, oké, dit wordt een beetje akelig. Wat, stak er nou een paddenstoel uit zijn paddenstoel? Ja, het was een dubbele paddenstoel. Oké, we zijn slaapgevallen. Dit is heel kut. We gaan over naar... Ja, dat zal vast wel. Maar is Raichu zo goed tegen Chinotic? Moet je even kijken. Het is Psychic tegen Gras Psychic, volgens mij. Ja, maar we hebben geen... Oh, die Fairy Gras is het natuurlijk. Kijk even. Laten we Awakening proberen. Hebben we Awakening? Ja, we hebben Awakening. Oké. Nou, word eens wakker, Raichu. Wakker worden, slaapkop. Wakker worden. Bam, en hij is weer wakker. Ingrain, wat is dat dan? Oh jee, dat ziet er vies uit. Ja, nou ja, ik vond die paddenstoel uit de paddenstoel ook best wel. Ja, het is sowieso een beetje een aparte Pokémon. Laten we het Thunder doen. Ja, YOLO. Psychic gaat denk ik... Ja, het is Fairy-type volgens mij, hè? Het is helemaal geen Psychic. Ik dacht dat het Psychic was, maar het is volgens mij Gras Fairy. Je hebt de trek in geroosterde paddenstoel. Oké, dan doet hij weer spoor... No, niet. Ah. Dat is toch raar. Ja, en dan slaapt hij weer. En nu krijgt hij weer helft serieus? Erbij. Serieus? Mensen... Andere Pokémon. Laten we Lycanroc doen. Die hebben we nog niet gebruikt. Nee. Dan kunnen we die eens even testen. Hè? We gaan het doen. Ja, we gaan het doen. Lycanroc. Jij mag. Het klinkt wel cool. Ik vind het cooler dan die Blast. No, Fairy tegen Darkness. Dat gaat in één keer dood. Oké, dat dan weer. Ik vind deze Midnight vorm wel leuker dan die Day vorm. Ja, dat is wel waar. Oké, welke gaan we doen? Rock Slide, Stealth Rock, Scary Face, Crunch. Crunch is dark. Ja. Rock Slide is Doe maar Crunch. Oké, we gaan Crunch beginnen. Daarna gaan we die andere proberen. Als dit niks doet, zeg maar. Dat doet bijna niks. Oké, Giga Drain. Nou, dan gaan we dood hoor. Bam, in één keer dood. Goed zo, super. Oh. We gaan neer door de fucking paddenstoel, jongens. Oh, echt. We gaan dood door dood. Echt, dit soort battles haat ik. Omdat ik niet weet wat voor type... Nou, goed is tegen deze kut paddenstoel. Daarom moeten we eigenlijk gewoon meer van die types leren, weet je. Dat is gewoon wel echt handig. Oké, laten we
Spirit Checker proberen. Ja. Ik weet het anders ook niet, jongens. In die afgelopen jaren zijn er zoveel types bijgekomen. Het is zo uitgebreid dat ik gewoon niet meer weet wat Pokémon nou is. Sommige Pokémon hebben ineens andere types erbij gekregen. Ja, dan heb je een Pokémon die eerst dit type was en is ineens veranderd naar Fairy type of zo. Clefairy was normal. Dat is nu ineens Fairy. Ja, dat is echt. Dat soort dingen kan ik gewoon echt een beetje slecht tegen. Houd het gewoon normal, oké. Oké, Bloomdoom is gras. Dat gaan we niet halen tegen deze. Dark deed ook niks. Dus we doen gewoon deze nog een keer. Oké, jongens, we hebben de damage gedaan die we moesten doen. Oh, nice. Hij is dood, dat is mooi. Raichu is een beetje... Oh, hij is nog een level omhoog gegaan. Oh. Super nice. Oké, Talonflame, we zijn nog niet klaar. Talonflame is normal slash fire. Ja, oké, dan heb ik eigenlijk een beetje verkeerde Pokémon staan hier, hè. Gras tegen dingen. Ah, wel ja. Laten we nog maar... Acrobatics. Wow. Nee. Flying tegen... Gras is sterk, seriously, hè? Seriously, mensen. Oké, Glyzerpot, level 50, baasje. Doe je ding. Niet wegrennen, hè? Oké, wat gaan we doen? First impression, Scald of Liquidation? Liquidation klinkt natuurlijk het tofste en hij is fire, dus... Finish it. Fire. Shit. Nee. Oké, goed zo. Bam. Doe je liquidatieaanval, jongen. Kijk, dat is wat je damage yes. doet. Daarom heb ik de Glyzerpot in ons team, jongens. En hij ziet er gewoon tof uit. Ja. Kan zeggen wat je wil. Ik vind hem cool. Hij is super tof. Oké, Primarina is level omhoog. Super goed. Zij is blij. Ik weet niet waarom, want ze heeft verloren. I love winning. Dat, I love losing too. Oké, we moeten nu toch echt wel onze Pokémon healen. Want we zijn aardig in elkaar gejast. Eens even kijken wat we nog over hebben. We hebben nog een Hyper Potion. Oh, we gaan eerst een Super Potion gebruiken voor Glyzerpot. Dan doen we nog een Super Potion voor Raichu. Dan doen we... Revive. Waar zit die Revive? Daar beneden. Zit hier. Die geven we aan Lycanroc. En we geven hem aan Decidueye. En dan doen we nog een Hyper Potion erbovenop. Bij Decidueye. En dan doen we dat ook bij Lycanroc. En dan hebben we nog een Awakening nodig. Waar zitten die hier, krengen? Die zitten hier. Daar. En die gooien op Raichu. En dan zijn we... Oh, nee, het is klaar. Hup, klaar. Oké, eens even kijken. Waar moeten we nu heen? We gaan hier... Oké, we hebben toch echt Mudsdale nodig. Ja, we moeten hier Mudsdale hebben. Laten we even kijken. Waar gaat die heen? Oh, shit. Oh, nee. Oeh, we gaan zo. Oh. Ah. Wat is het? Een Golbat. Een Golbat of Skarmory? Een van de twee. Oh, het is Golbat. Nou, jij ik had het gewoon gelijk. Krijg ik? Ja, je krijgt een high five. Oké, jee. Oh yeah. Jongens, willen jullie ook een high five? Geef deze video nou even een like, dan krijgen jullie een high five in de post opgestuurd. Yes. Het is luchtpost, jongens. Krijg je een afgehakte hand? Krijg je een afgehakte hand naar je toegestuurd? Nou, dat hoop ik niet, want dat zou best wel een beetje disturbing zijn. Best wel. Met stil even afstappen, jongen. Oké, zo er langs en zo erin. Yeah, we zijn er langs gekomen. Ik vind die kruipruimte is echt zo raar. Oké, dit is een pokeball. Een Dazzling Gleam. Oké, ik had verwacht dat er iets meer zou zijn hier. Dit is jammer. We moeten weer terug. We zijn blijkbaar niet de goede kant op gegaan. All for nothing. Dat denk je, maar oké. Kan ik gelijk hier zo, bam. Oh, met stil kan ik niet. Waarom kan ik niet met stil? Juist, nu kan ik. Oké, we moeten weer terug hier heen. Bijna. Jee, oh. Oké. Oh! Maar die hoef ik niet. Die hebben we volgens mij al. Die hadden wij volgens mij nog... niet. Nee, we hebben niet. Maar ik hoef niet. Doei. Haha, jongens. Ik vind hem lelijk. Ik vind hem wel leuk, maar voor deze gameplay hebben we hem even niet nodig. Dus we gaan gewoon door naar buiten. Want we zijn dus ergens... Volgens mij zag ik daar... Ja, een bruggetje. Volgens mij is het dat... Oh, kijk. Lily komt er ook even aan. Die zijn we net geweest en dat is ineens... Maken we dit even af. Oké. Andrew even mee. Oké. Ze zegt iets cools, maar het is allemaal cool. Het is cool. Ja, oké. We hebben een cutscene, jongens. Lily gaat nu... But do you know what? I've overcome fears enough to cross even a high bridge like this one. Wedden dat ze gaat vallen of zo, dat er een wind komt. Het doet me denken aan de eerste scène met Lily en Nebby, dat ze aangevallen worden door Spearow. Oké, dit is haar trial. Ze gaat nu... Oh, die zie je hem zo awkward. Ik vind het wel heel schattig. Zo awkward. Oh. Yeah. Ze deed de best, maar het is nog steeds awkward.
Weet je dat er iets gaat gebeuren, jongens? Ah, oh, nee. Waarom denk je dat iets gaat gebeuren? Omdat het Pokémon is. Ja, het is net zoals Disney films. Dan denk je altijd alles gaat goed komen en ineens gebeurt er iets slechts. Ja, ineens stort hij, ineens ontploft hij. Ja, kijk, zie je? Brug. Murkrow daar zo. Ineens ontploft de brug en dan valt Lily naar beneden. En ja, zoiets. Ja. Of Murkrows gaan er aanvallen om Nebby te jatten of zo. Zie je? Kijk hier. Ach, god. Ik zei het jullie. Ik zei het jullie. Oh, maar dit is de trial natuurlijk, hè. Ze gaat nu... Ah, ik vind haar wel schattig. Echt. Ja. Maar ze gaat het... ze gaat het doen, hoor. Ze gaat het doen. Rennen. Ga weg. Oh, snap. Ze rende er langs. Ah. Oh, snap. Kun je een remix van maken, jongens? Ja. Yeah. StefX, I did it. I made it all the way across. I've cleared my trial. Ja, nu krijg je geen trial of geen Oké, ze gaan gewoon weg. Bij ons dan is het gewoon echt zo van, oh hey, doei. Ja. Yeah. Oké, I've completed my first trial. Amazing, right, StefX? Yeah. Ja, laten we maar gewoon zeggen van wel, we zijn aardig. Oké, ze is blij, jongens. Dat is goed om te zien. Daar doen we het voor. Kadabra, do you want to rest too? Oh, oh jongens, we hadden gewoon al die Pokémon niet hoeven te healen. Ja, nou ja. Ja, we hebben het in ieder geval gewoon al gehad. Oké, okay. Yeah. I have hyper potions and revives and even lots of ethers too. Though I'm not sure I brought enough max repels for that path, like, for a path like this one. Ja, dat is een goede vraag. Ja, dus je hebt gewoon max repels nodig voor die inderdaad. Hogere levels te ontwijken. Nou jongens, maar daar gaan we lekker mee beginnen aan de volgende keer. Ja. Vonden jullie dit nou leuk? Geef deze video dan een dikke like, hè? En vergeet niet te abonneren voor meer afleveringen zoals deze. Morgen is er weer een Rayman aflevering aanwezig, maar er is maar één Pokémon aflevering deze week. Ja. Dat komt omdat we natuurlijk op vakantie zijn. Volgende week hebben we wel weer gewoon twee Pokémon afleveringen en de livestream natuurlijk, omdat we natuurlijk zelden nog even af moeten gaan maken. Ja, dan gaan we Ganondorf als het goed is. Ja, als het goed is zijn we bij Ganondorf. We moeten het nog even kijken, weet je. We weten het nog niet. Dat weten jullie misschien wel. Als jullie de vorige livestream al gecheckt hebben, dan weten jullie het. Dus, zeker even kijken als je dat nog niet gedaan hebt. Check hem even terug. En dan zien we jullie gewoon de volgende keer, jongens. Tot de volgende keer. Dag!